Amsterdam is misschien Europa's best bewaarde 17e-eeuwse stad. We proeven van de Hollandse meesters van Rembrandt tot Van Gogh. We varen door de grachten en zien fietsers over de rijstroken. We ontdekken een koffieshop en dwalen over de wallen. We zullen ons Anne Frank herinneren en we relaxen in het Amsterdamse Vondelpark. En ontdekken nog veel meer. Vanuit het station opent de stad zich als een waaier met honderden bruggen en een reeks concentrische kanalen. De historische kern van Amsterdam is vandaag de dag nog grotendeels hetzelfde zoals het voor het eerst werd aangelegd in de jaren 1600. Dat was Hollands Gouden Eeuw, toen Nederlandse koopvaardijlieden die tot de rijkste stad ter wereld uitbouwden. De toeristische hoofdweg van Amsterdam, de Damrak, was ooit het hoofdkanaal. Rijke kooplieden hebben deze stad gebouwd op miljoenen houten palen. Ze creëerden een wonderland van grachten, omzoomd met bomen en herenhuizen met fraaie gevels. De grond is erg drassig. Alles wat je ziet, van huizen, bruggen tot muren van de grachten, zijn gebouwd op houten palen. Deze bestaan uit eikenhout en komen uit het Zwarte Woud in Duitsland. We tellen ongeveer 100 kanalen. Die zijn allemaal uitgegraven in de 17e eeuw, geheel met de hand. De werken duurden 30 jaar. Amsterdam heeft ongeveer 1 miljoen mensen en evenveel fietsen. Fietsstroken lopen langs de trottoirs en motorrijders suizen geruisloos voorbij. Dit is een van Europa's meest fietsvriendelijke steden. Deze fietsenstalling met meerdere verdiepingen is bestemd voor pendelaars die de trein nemen en dan fietsen om naar hun werk te gaan. Loop voorzichtig. Overal zie je fietsers die klusjes doen, die flirten, pakjes bezorgen, sms'en en nog meer. Hier gebeurt dit op twee wielen. Het Rijksmuseum is een van de artistieke hoogtepunten van Europa. Het is gebouwd om de kunst te tonen van de Hollandse Gouden Eeuw. Hier krijgen we inzicht in het werk van ijverige mensen die het kleine Holland zo welvarend en machtig hebben gemaakt in de 17e eeuw. De Nederlanders werkten hard. Het waren briljante handelaren en de rijken hadden genoeg geld om hun ego te strelen. De grote Nederlandse schilder Rembrandt, dit is een zelfportret, verdiende zijn geld met het schilderen van portretten. In Rembrandts Nachtwacht zien we nog een groepsportret. Maar in plaats van de standaard stijve pose barst dit schilderij van energie. Het toont de lokale militie die ook een broederschap van zakelijke hooglieden was. De schilders verdienden hun brood niet door te werken voor de kerk of de koning, maar door portretten te schilderen voor lokale rijke lieden. Het Rijksmuseum heeft 4 zeldzame en kostbare schilderijen van Johannes Vermeer. Hier toont de meester van rust en stilte een intieme straat uit zijn woonplaats Delft.
Op dit rustige schilderij van Vermeer zie je een gewoon melkmeisje dat de schoonheid van alledaagse dingen naar boven haalt. En in Steens vrolijke familie zie je een ouderfeestje terwijl hun kinderen hun onverantwoordelijk gedrag kopiëren. De meisjes leren drinken en de kleine jongen begint te roken. Kleinere doeken van naamloze artiesten waren gegeerd door de gewone koopman die het zich kon veroorloven om in zijn woonkamer te hangen. Door heel Nederland vindt men plaatsen waar marihuana wordt verkocht. Deze worden coffeeshops genoemd. Nog een voorbeeld van de Amsterdamse creatieve aanpak voor sociale uitdagingen is de Rosse Buurt. Beoefenaars van 's werelds oudste beroep flirten en plagen bij het raam, zoals ze hier al eeuwen doen. Als het om prostitutie gaat, bestaat de Nederlandse aanpak uit het inventariseren en het controleren van deze bedrijvigheid in plaats van het te criminaliseren. Het is onduidelijk wanneer precies, maar ergens in de 14e eeuw is dit hof gesticht als woonomgeving voor de Begijnen. Deze vrouwen leefden als nonnen, maar woonden meer zelfstandig en hadden ook meer vrijheden. In de 16e eeuw werd het katholieke geloof verboden. Het Begijnhof was de enige katholieke instelling die bleef bestaan, omdat de huizen privébezit van de Begijnen waren. Ze moesten wel de kapel afstaan. Dit 17e eeuwse koopmanshuis ziet er normaal uit vanaf de overkant van het kanaal, maar binnen is het een verborgen katholieke kerk. Onze Lieve Heer op Zolder dateert uit 1661, toen het de Nederlandse katholieken na de reformatie verboden werd om in het openbaar te bidden. Smalle gangen en trappen leiden naar historisch ingerichte woonvertrekken, keukens en bedsteden, om te eindigen in wat letterlijk het hoogtepunt is van het museum, een complete kerk op zolder. De kerk is gebouwd in opdracht van de toenmalige eigenaar van het pand, de welgestelde katholieke koopman Jan Hartman, die leefde in de 17e eeuw. Hij woonde er met zijn gezin in de periode dat openbare katholieke vieringen in Nederland officieel verboden waren. De protestanten hadden in 1578 de macht in de stad overgenomen. De Rooms-Katholieken kwamen op de tweede plaats. Zij konden voor de mis niet meer terecht in officiële kerken. Die waren voor de protestantse eredienst bestemd. In het Anne Frankhuis maken de bezoekers kennis met het verhaal van 8 Joden die in 1942 onderdoken voor de Duitse bezetter. Ze gingen achter deze geheime boekenkast naar de zolder boven een winkel en verstopten zich daar 2 jaar lang. Onder hen was de 13-jarige Anne, wiens dagboek miljoenen mensen heeft ontroerd. Je zal zien hoe Anne's vader, Otto, de voortgang volgde van de geallieerden na D-Day. En potloodlijnen laten zien hoe Anne en haar zus ondergedoken opgroeiden. Anne's kamer is nog steeds ingericht met foto's en knipsels uit tijdschriften. Het tonen van afgoden, dromen
en passies van een 13-jarig meisje. Een klein raam dat een streepje licht binnenlaat van de buitenwereld vrolijkte haar op. Toen, op een noodlottige dag, kwam de Gestapo. Alle 8 werden ze gedeporteerd naar concentratiekampen. Alleen haar vader overleefde. Anne stierf slechts enkele weken voor het einde van de oorlog. Haar handgeschreven dagboek inspireert de bezoekers en haar boek werd vertaald in 70 talen. Een bezoek aan het Anne Frankhuis vermenselijkt de gruwel van de Holocaust door het verhaal van slechts 1 van de 6 miljoen slachtoffers. Het Van Gogh Museum, aangelegd als een wandeling door het verhaal van Vincents leven, laat zien hoe intiem zijn leven en kunst verweven waren met elkaar. Van Gogh groeide op in het arme landelijke Nederland. Vanaf het begin had hij een affiniteit met werkende mensen. Hij besloot te schilderen om de wereld die hij zo intens voelde vast te leggen op het canvas. Hij verhuisde naar Parijs en de City of Light opende een nieuwe kleurrijke wereld. Hij schilderde glinsterende reflecties zoals Monet, café-snapshots zoals Degas, stillevens zoals Cézanne en zelfportretten als geen ander. In 1888 vertrok hij naar Zuid-Frankrijk en kwam aan net toen de winter in de lente overging. Uiteindelijk werd hij opgenomen in een plaatselijk ziekenhuis. Overweldigd door het leven liep Vincent naar een veld en schoot zichzelf neer. De Nederlandse hoofdstad is voor een kwart bedekt met grachten en havens en is dan ook de waterigste stad ter wereld. Al eeuwenlang zijn de waterwegen belangrijk voor de welvaart van de stad en vandaag zijn de kanalen een van de grootste toeristische attracties. Een rondvaart op de Amsterdamse grachten is dan ook niet te missen bij een bezoek aan de stad. Bekijk de 17e-eeuwse gebouwen langs de beroemde grachten, evenals de nieuwe stijlvolle gebouwen die het Amsterdam van de 21e eeuw laat zien. We bewonderen de elegante koopmanshuizen die dateren uit de Nederlandse Gouden Eeuw. De boottocht brengt ons langs prachtige gevels en kerken, de iconische Magere Brug en vele andere topattracties. De Dam is een plein in het centrum van Amsterdam. Aan en op de Dam staan het Koninklijk Paleis, de Nieuwe Kerk en het Nationaal Monument waar de jaarlijkse nationale dodenherdenking wordt gehouden. De Oude Kerk is het oudste nog bestaande gebouw van Amsterdam. In de loop der eeuwen evolueerde het gebouw tot het prachtig monument dat er vandaag nog steeds staat. Het indrukwekkende orgel is een van de hoogtepunten en vult tijdens orgelconcerten de kerk met muziek. Er werden dwarsschepen aangebouwd om de bekende kruisvorm te realiseren. In de loop der tijden deed de kerk dienst als katholieke en daarna als calvinistische kerk. Het gebouw overleefde opstanden, werd gevandaliseerd tijdens de beeldenstorm en raakte beschadigd door brand.
Zo maakt de kerk al 800 jaar deel uit van het leven van de Amsterdamse burgers. In de kerk liggen zo'n 2500 stenen die de laatste rustplaats vormen van talloze burgers, van admiralen tot gouverneurs en van dichters tot componisten. Adam Lookout is een observatiedek met een ongeëvenaard panoramisch uitzicht over Amsterdam. Je kunt het historische centrum van de stad zien, de dynamische haven en het unieke polderlandschap. Op het skydeck van Adam Lookout staat de hoogste schommel van Europa. Voel je als een gast op een VIP-feestje en ga op de foto met sterren uit Hollywood en wereldleiders in dit interactieve wassenbeeldmuseum. De vestiging van Madame Tussauds in Amsterdam opende in 1971 haar deuren en was daarmee het eerste Tussauds museum buiten Engeland. Madame Tussauds, geboren als Marie Grosshals, moest tijdens de Franse Revolutie dodenmaskers maken van onthoofde aristocraten die waren opgesloten en onthoofd. Nadien trok ze naar Londen, waar ze haar eerste permanente tentoonstelling van wassenbeelden opende. Het museum van Madame Tussauds in Amsterdam biedt een unieke ervaring omdat je er zowel lokale Nederlandse legendes als internationale sterren kunt bewonderen. Alle wassenbeelden worden in Groot-Brittannië gemaakt en vervolgens naar Nederland verzonden. De Nieuwe Kerk presenteert dit jaar samen met het Amsterdam Museum de lang verwachte modetentoonstelling Maison Amsterdam. De Nieuwe Kerk is eigenlijk helemaal niet nieuw. De kerk is niet minder dan 600 jaar oud. Ondanks haar leeftijd en alles wat de kerk heeft moeten doorstaan in de laatste paar eeuwen, staat zij er nog steeds. Maison Amsterdam toont historische topstukken uit de modecollectie van het Amsterdam Museum in combinatie met een grote variatie aan hedendaags design. De bekende Valentino-trouwjurk van koningin Maxima is te zien in de Nieuwe Kerk, waar haar huwelijk met koning Willem-Alexander in 2002 werd ingezegend. Welkom bij Straat, het museum voor graffiti en street art. In de huidige tentoonstelling maak je kennis met meer dan 150 werken van ongeveer 130 kunstenaars. De kunstwerken zijn in en speciaal voor het museum gemaakt en de meeste van deze indrukwekkende visuele ervaringen
zijn net zo groot als de muurschilderingen op straat. Tegenover het Centraal Station in Amsterdam vind je dit bijzondere gebouw, de Basiliek van de Heilige Nicolaas. Wanneer je ogen gewend zijn aan het wat donkere interieur, ontdek je prachtige decoraties, beeldhouwwerken, glas-in-loodramen en vele schilderingen. De kerk is gebouwd aan het einde van de 19e eeuw, in een periode waarin de katholieken na 3 eeuwen onderdrukking weer in het openbaar hun geloof konden belijden. De architectuur en inrichting laten dit met trots zien. Het is een samensmelting van verschillende bouwstijlen en kunststromingen. Midden in de grachtengordel van Amsterdam liggen 4 grachten en 9 straatjes met een prachtig overzicht van het Amsterdam van de 17e eeuw. Precies daar vind je het leukste winkelgebied van Nederland, de 9 straatjes. Meer dan 4 eeuwen bruist het er van ambacht, vertier en creativiteit. Pas sinds de jaren 90 van de vorige eeuw kreeg het, op initiatief van enkele ondernemers, de naam De 9 Straatjes. Van speciaal zaak tot artshop en van vintage tot modern design, een museum, café en architectuur, je vindt het allemaal in De 9 Straatjes. Bruisend, charmant en hip, De 9 Straatjes zijn een aantrekkingspool voor veel Amsterdammers en bezoekers. Het Vondelpark is het meest bekende stadspark van Nederland. Het park ligt midden in de stad. Zowel Amsterdammers als toeristen gaan er graag naartoe. Het park opende in 1865 en is sinds 1996 een rijksmonument. Het Vondelmonument, ook bekend als Vondelbeeld, is een groot standbeeld in het park ter ere van de 17e eeuwse Nederlandse dichter en toneelschrijver Joost van de Vondel. Amsterdam biedt alles wat een toerist zich maar kan wensen. Na Parijs en Londen is het een van de drukst bezochte steden in het noordelijk halfrond.